De periode van 11 tot en met 14 mei wordt ook wel ijsheilige genoemd. Tijdens deze periode vindt er een overgang plaats naar een periode waarin de kans op vorst heel erg klein wordt. Maar klopt deze theorie nog wel? Daarvoor moeten we eerst even kijken naar de oorsprong van dit begrip uit de volksweerkunde. De ijsheiligen komen voort uit het katholicisme. De katholieken die gaven nooit cijfers aan dagen in een maand, maar die gebruikten de namen van bepaalde katholieke heiligen. En voor de periode van 11 tot en met 14 mei waren dat Mamertus, Pancratius, Servatius en Bonifatius. De boeren die wisten aan de hand van deze periode dat ze hun gewassen niet meer hoefden te beschermen, omdat de kans op vorst heel erg klein werd. Maar inmiddels blijkt dat dat geen waterdichte theorie meer is. Want volgens wetenschappelijk onderzoek viel gemiddeld gezien aan het begin van de 20e eeuw het einde van de winterse periode op 22 mei. En dat betekent dat vanaf die datum de kans op dagelijkse vorst kleiner was dan 1%. Dat lag dus ver buiten die periode van 11 tot en met 14 mei van de ijsheiligen. Inmiddels is door klimaatverandering die datum wel opgeschoven naar 8 mei en de verwachting is dat die nog verder opschuift richting eind april. Of de boeren nu dus ook daadwerkelijk nog wat hebben aan de ijsheiligen, dat is nog maar de vraag.